Deze nieuwsuitzending die is gemaakt op een zondag. Zondag 21 januari. Als ik het wel heb, is dat één dag na de geboortedag van mijn biologische vader. Dit is een preek, een regelrechte preek. En dit is voor het slapen gaan. Zo lay back en relax. Het enige wat je hiervan kan leren is dat je tot de ontdekking komt dat je helemaal niet zoveel weet. En ook niet kan weten. Je kan niet alles weten. Je zou dan Satan gelijk zijn. En je moest eens weten wat voor sukkel Satan was. Conform de schrift. Jij als mens, je hebt dat weetvermogen. Je weet van de wet van oorzaak en gevolg. En daar kan je tegen inbrengen van, ja, wat is dat eigenlijk? Is dat niet filosofisch geklets? En ik weet niet precies wat de wet van oorzaak en gevolg inhoudt. En kan je mij dat uitleggen? Ja, dat kan ik. Het woord oorzaak, dat is verbonden aan het woord gevolg. En die verbintenis tussen die twee termen kan je niet terugvinden in de taal. Neem het woord oorzaak, daar hou je van over, want die klinkers die doen er niet toe. Dus de rzik, rzik. En dan heb je die andere klank, die heet gevolg. Nou, daar laten we ook de klinkers uit weg. En dan krijg je gevolg. Gevoel. Die twee termen hebben onderling geen taalkundige connectie. Dat is een mooie puzzel van die ongelofelijke homolino van een zogenaamde Amerikaanse filosoof. Hij heeft zo'n hoofdding geschreven. En dat was, het ging tegen het empirisme in. De titel was Twee dogma's van het empirisme. Daarin stond hij erbij stil dat de denotatie, de descriptie, de beschrijving van de groep, dubbele punt, wezens met een hart, dat is die ene groep. En die andere groep is wezens met nieren. En hij gaat er dan tegenin van, ja, dat kan je niet zeggen. Want wat is de taalkundige connectie tussen hart en nieren? Die bestaat niet. Dus je zou heel goed wezens kunnen hebben met nieren en zonder hart. Of vice versa. Daarin heeft die man, en dan weet hij ook alweer. Zijn naam schiet me zo te binnen. Helemaal geen vrolijke man. Een zeurneus. Maar hij heeft wel een punt. Namelijk dat taalkundig gesproken is er geen enkele relatie tussen een hart en nieren. Waarom? Wat meneer de mooie Amerikaanse filosoof hier even vergeet,
is dat het concept hart en het concept nieren, dat is een concept ontstaan binnen een beschouwing van onder andere het menselijk lichaam. Dus heeft het begrip hart een grotere inhoud dan het inzicht van die filosoof die alleen maar dacht, nou je hart dat doet klop, 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 klop en dat is het dan ook. Als die meneer, de mooie Amerikaanse filosoof, beseft had wat het hart inhield, had hij gezien dat die twee descripties van wezens met een hart en wezens met nieren, dat is één en dezelfde groep. Maar dat kan niet anders. Het is taalkundig verbonden. En dan niet in zijn inzicht, want hij was een domme Amerikaanse filosoof, die keek alleen maar binnen woordjes. Zo taalfilosofie, alsof je aan het scrabbelen bent. Dus de descriptie wezens met een hart en de descriptie wezens met nieren, om nog maar te zwijgen over het feit waarom je maar één hart hebt en twee nieren, denk daar eens over na. Nou, die is taalkundig verbonden middels de biologie of de medische wetenschap. Ik heb, niet om op te scheppen hoor, maar hij ging in zijn beschouwing over empirie. En empirie, dat is de wetenschap. Empirie is dat wat je ervaren hebt. Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je naar een feest ging en dan liep je naar buiten en je dacht, gadverzakkes, wat ben ik blij dat ik buiten loop. Wat een saaie lui. En die ander die met je meeloopt, die zegt, wat een leuke avond was het, hè? Nou, ik heb tante Gerda nog gezien. En tegen tante Helga wist je trouwens dat ze heeft een nieuwe handtas. En jij denkt, oh, gaat ze me kraken. Nou, die andere heeft dus een andere ervaring van dat feest. Ik ben ook wel eens op een feest geweest. Dat was de leadgitarist van mijn band. En we reden toen naar huis en hij was de Bob. Waarschijnlijk was hij daarom zo chagrijnig. Want dat hij zei van, oh, wat een saai feest was dat. En toen dacht ik van, nou, ja. Het was niet echt een rockabilly meuk, maar ik had me wel vermaakt. Dat heet empirie. En die subjectieve empirie, dus wat jij dan gevoeld hebt of weet ik veel wat. Maar weet je nog of de bank, of die een blauwe kleur had of rood was? Wat heb je ervaren, je empirie? Het is het enige dat telt, hoor. Ja, maar Piri, de werkelijkheid wordt veroorzaakt door een zijnde en dus alles komt goed. Kumbaya, zou ik zeggen. En waarnemen, ik neem wel. Maar ik let niet op alles. Empirie is het enige dat er is voor ons mensen. En die filosoof die ging dus even in tegen twee dogma's van de empirie. En die ene was de descriptie van wezens met een hart en wezens met nieren. Nou, die vond meneer dan onterecht. En dan had hij er nog één. En dat andere dogma is dat de empirie zich altijd verfijnt en daarmee tot een inzicht komt. Maar daar vond hij ook geen zinnig woord in te vinden. Maar dat laatste bewijs was niet zo indrukwekkend. Een beetje flauwig, ouwe hoer.
terug naar de wet van oorzaak en gevolg. Het woord oorzaak en het woord gevolg is taalkundig niet te verenigen. Op geen enkele wijze. Nou, maar Perry, dat kan niet wat je nou zegt. Als ik een experiment doe, dan zie ik heel duidelijk oorzaak en gevolg. Ja, dat is empirie. Dat stijgt niet uit boven de fysicoi. Dat is je waarneming. Je kan zo een experiment doen. Ik weet nog, tot hier in mijn woning, die leuke tijd dat mijn dochter nog tegen die puberteit aanhing. Ze brutaal en van alles. En ik blij. En toen was de eierwekker was kapot. En ze wilde weten wat erin zat. En zij had bedacht, want ik woon op de derde etage. De derde verhoging, is geen verdieping, maar verhoging. En ik heb een balkonnetje bij mijn keuken. En zij vond het dan een goed idee om dat ding open te maken. Want ze had eerst al geprobeerd om dat met een hamer voor elkaar te krijgen of een tang. Dat ding ging maar niet open. En het was van metaal. En zij vroeg om de toestemming dat ze dat ding van het balkon omlaag zou smijten op de stenen. Maar ik zei dat is goed. Maar wel oppassen voor de voorbijgangers. Dus je vriendin, die erbij was, die gaat beneden staan. En tegen de voorbijgangers zeggen van hier is een experiment gaande. We gaan de binnenkant van een kookwekker bekijken. En de eerste keer was het, ja, daar was hij nog heel. Toen heb ik tegen mijn dochter gezegd, ja, wat heb je nou gedaan? Heb je hem gesmeten of heb je hem laten vallen? Ja, zei ze, ik heb hem laten vallen. Ik zei, dombo. Je moet de zwaartekracht een beetje helpen. Gewoon, kom, ga maar met die handel. Oorzaak en gevolg is daarmee niet bewezen. Het is omdat je weet, het is omdat je weet van oorzaak en gevolg dat je zo een experiment kan doen. En oorzaak en gevolg zijn in die zin magisch. En ik ga het hebben over Christos. Want hoe zit dat dan? Wie was hij? De Bijbel is een historisch boek. Dus ook uit de profane geschiedenis zijn er verhalen te vinden over Babylon. En ik weet dat er mensen om mij heen zijn en die moeten lachen bij het woord Babylon. Ho, 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 ho. Je neemt de bus naar Babylon, net als Rastafari. Ik ben zo dom als een ezel. Nog een keer. Babylon was. En in de tijd van de ontvoering hebben ze de aristocratie, ze hebben de landarbeiders die toen in wat we nu noemen Israël, die plek, ja, die landarbeiders, sukkels met die vieze voeten.
Afrika, die namen ze niet mee naar Babylon, hè? Want wat heb je eraan? Hey, die sukkels werden meegenomen. Die zo mooi muziek konden maken. De artiesten. Heet het vandaag, moet je dan zeggen, de lui van de nieuwe wereldorde en de katholieke kerk in het algemeen. Een soort oorlog binnen de kerk. Er was daar een heerser en die heette Nebuchadnezzar. En dit staat niet alleen in de Bijbel. Dat kan je ook nagraven bij het Brits Historisch Museum. Nou, die lapswansen die alleen maar een beetje muziek konden maken en daar gratis zaten te eten van die arme Israëlieten. Die zijn afgevoerd. En die hingen hun instrumenten aan de wilgen. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept when we remembered Zion. Met die aristocraten, die lapswansen, die nietsdoeners, is een profeet meegelopen. Ik weet niet of ze in Babylon, waar ze naartoe gingen, zaten te wachten op hem. Sterker nog, ze hebben hem laten zakken in een kelder met hongerige leeuwen. En is dat verhaal echt waar? Is dat historisch bekend? Nee. Wel dat ze dat soort trucjes deden. Nou, die nacht met die leeuwen heeft Daniël, de profeet, overleefd. En hoe hij dat gedaan heeft, dat is de vraag. Daar kan je over fantaseren. Je kan jezelf ook indenken dat jij dat ook zou kunnen overleven. Daniël had mazzel. En het leuke is, we gaan naar Christus toe, hè? Maar het leuke is dat die Nebuchadnezzar, die had een bunch met van die priesters. Maar dat waren lui die stonden op de loonlijst. Daniël was een profeet en die was er uit vrije wil gekomen. En in de leeuwenkuil geklommen. En nou weet ik niet of dat verhaal van die leeuwenkuil nu is na dat verhaal wat ik nu ga vertellen. En dat doet er ook niet toe. 1 plus 1 is 1. Belangrijke wet van de rekenkunde. Nebuchadnezzar had een droom gehad. En hij werd zwetend wakker. En hij belde met zijn mobieltje. In die tijd had je al Nokia's. Nee, niet waar.
Hij liet al die priesters tot hem komen. Ja, stelletje klootzakken. Ik betaal me helemaal blauw aan jullie per maand. En ik heb gedroomd vannacht. En wat betekent die droom? Ja. En die priesters die waren al lang blij dat ze weer eens wat te doen hadden. En zeiden stuk voor stuk, nou als u mij vertelt waar die droom over ging, dan kan ik jou wel vertellen wat die droom betekent. En de gein is dat Nebuchadnezzar dat bedrog in de gaten had. En die zei tegen die priesters, nee, stelletje homo's. Ik vraag je, wat is de betekenis geweest van mijn droom? Het mag toch wel duidelijk zijn. Ik ben in diepe paniek. Ik heb alle priesters die er maar zijn bij elkaar geroepen. En waarom denk je dat ik dat doe? Omdat ik zo graag kijk naar jullie lelijke hoofden. En die priesters snapten er helemaal niks van. Ja, maar als je ons niet vertelt waar je droom over ging, dan weet ik het ook niet hoor. Hoe moet ik nou een droom uitleggen waarvan ik niet weet wat je gedroomd hebt? Ik weet niet hoe het afgelopen is met die priesters. Het was wel hun laatste consult. En toen kwam Daniël en die zei tegen Nebuchadnezzar, droompie gehad, jongen? En Nebuchadnezzar zei van, ja, ik heb een droom gehad en dat was niet leuk. Nou, zei Daniël, zou het zo kunnen zijn dat jij een beeld zag met een gouden hoofd, koperen borstplaten, en uiteindelijk de onderkant, de voeten, zijn een mengeling van ijzer en leem. Ja, en die was raken. Want wat gebeurt er met zo'n beeld? Dat zakt door zijn enkels. Daniël, die had dus die droom goed en heeft dus zijn droomuitlegging uit het niets overleefd. En hij heeft nog meer opgeschreven. Erg interessant. Hij heeft de komst van de Messias in een getalsmatigheid uitgelegd. Dat heet een profetie. En een dag is een week, of een week is een dag. Dat zijn geschriften die worden opgeschreven door mensen en die zijn stoned, maar ze hebben geen wiet gerookt. Denk je eens in dat jij als Daniël bent en je ziet dat er een oorlog is binnen de Babylonische kerk. Je wist het al. En je gaat mee naar Babylon. Dan heb je van jouw bezittingen afscheid genomen. En dan zit je daar in Babylon, Barbelon, zeggen ze ook wel. Barbieland. Oh, ik ben vandaag gezellig. En mijn man is fijn aan het oorlog voeren.
Maar niet zelf hoor, hij zit zelf achteraan. En dan laat hij zijn strijders vooruit gaan. Dus mijn man, die kan er vanavond nog wel tegenaan. De heidenen, pagans, de infidels. En of je, kijk, Daniel ging uit vrije wil, jij niet. Dat kan ik me niet voorstellen. Jawel hoor, Perry, ik ben specifiek naar Nederland gekomen, want waar ik geboren ben, daar is het heel harmonieus. En toen dacht ik, kom, ik ga naar die kutzooi in Nederland toe. Echt waar? Het beste bericht wat ik ooit heb gehoord, dat is van een Libiër. En die dacht van, kom op, fuck you. Ik ga naar Europa toe, want ik heb de diploma's. Ja, dat bleek achteraf niet waar te zijn. En hij vond dat oneerlijk. Dus dat werd uitkeringtje trekken. En die vrouw, dat was ook nog een katholieke vrouw. Jezus. Die ging bij de Wicca. En hij heeft dan die zoon. En dan zegt hij ook nog tegen mij. Ik gelukkig ben met een zoon. Want jij hebt een dochter. Hij blijkt. Dat soort mensen die hebben aandacht. Dan is dat maar een Mohammedaan uit Libië. Ja. Maar de meesten die hier naartoe komen, die denken dat ze naar... Ja, ik heb een kortingsbon voor Europa. En die komen hier uit vrije wil naartoe. Als een stelletje ratten op zoek naar een rattenkooi. Mongolen. Ja, om het maar even lekker te zeggen, dit is toch een preek. Wat er ook op toezien, dat als ik uiteindelijk gearresteerd word, hè, en dan krijg ik zo'n, dan word ik gewaterboord of zo. Daar kan ik ook wel tegen. Dat is een onzin. Een kwestie van je adem inhouden. En voor het dood gaan liggen. Totale ontspanning. En als ze je doodmaken, ja, dan komt het op hun konto. Regel 1 bij het martelen. Niet doodmartelen. Dat levert geen informatie op. Ja, Perry, maar dat is wel heel hard wat je nou zegt. Nou, martelen is niet leuk. Om te doen ook niet. Ik dwaal maar een beetje door. Hè? Want ik ga het hebben over Christus. En die marteling van Daniel, dat was dat hij in de leeuwenkuil werd gedonderd. En dan ha 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 ha. Gaan we kijken wat de leeuwen gaan doen. Ha, 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 ha. Gaan we kijken wat de leeuwen gaan doen. Daniel had het over de komst van de Messias. En de Messias, dat zou iemand zijn die onderscheid maakt. En hij zei, dat kost zoveel, dan moet je dat nalezen, times and times and second of and half a time. Als je dat invult met een bepaalde aritmetiek,
dan kom je uit bij het jaar nul. Want waarom hebben wij het jaar nul? Dat is ook al een aanwijzing, als je begrijpt wat ik bedoel. Want oude hoeren het tegen elkaar kletsen, en dat je die mooie, kostbare taal gekregen hebt, en dat alleen maar gebruikt hebt om te vertellen, ik heb Piet een geit gegeven, want dat was Babylon. Handelen. Dus wat je deed, je had een geit. En iemand zei, ik wil die geit wel van je overnemen. Dan had je een kleitablet. En met een spijker of een stokje liet je daar, nou, meestal door een priester, een schrijver, iets in klauwen. Dan bakken in het vuur. En dat kreeg je mee. Dat was je afleveringsbon. Dat is eenvoudige economie hoor. Tegenwoordig gaat het heel veel ingewikkelder met een aanvraag en een offerte. Afleveringsmomenten, facturen, aanmaningen heb je ook nog. Hé, je hebt je factuur niet betaald. In de tijd van Babylon was dat simpel. Als jij een geit had afgeleverd, dan had je een geld eigenlijk. Hè? En dan kon je naar de bakker inwisselen. Dan één geit tegen zoveel broden. Dat is gewauwel in de ruimte. Taal is daar handig voor. Prima, ik ben niet tegen geld. Maar het is niet waar het om gaat. Onze taal is ons gegeven om hele mooie dingen uit te spreken. Jo, maar Perry, als je buiten de Bijbel gaat zingen, dan vind ik dat dat niet mag. Nou, dan ga je van binnenuit de Bijbel zingen. Maak maar een mooi punknummer over Hosea. Wat dacht je daarvan? En gewoon rachen met die handel. En we beginnen met een bes mineur. Doe je dat? En je mag ook buiten de Bijbel gaan kleuren. Wat is dat nou? Als je de Bijbel begrijpt. Dat kan je de rest ook doen hoor. Ga je death metal maken. Maar dan wel duchtig. I am dead. I am dead. Zoiets, death metal. En Christos, dat is de grap, die heeft erop aangestuurd om lichamelijk dood te gaan. En waarom zou je dat willen? Ik ken in mijn leven 4 mensen, 5 mensen. En die hebben gekozen voor de vrijdood. En als je het hebt over het aantal mensen wat
die fruitoot is opgevallen en begrepen heeft waarom die mensen daarvoor kozen? Nou, ik behoor bij. Ja. Ik hoop 10% van de bovenkant. Ik denk dat er momenteel, die mensen die vrijtoot, dat vind ik een mooi woord, hè? Dat vind ik beter als zelfmoord. Die vrijtoot gedaan hebben, uitgevoerd hebben. Ja, die zijn al, ja, die worden vergeten, hè? De laatste was 4 jaar geleden. Hij heette Rolf. En toen ik te horen kreeg dat hij zichzelf had opgehangen, dat heeft hij gedaan. Hij heeft een touw gemaakt. Is van de kruk afgestapt. Toen dacht ik, oh, kut, homo. Hoe kan je dat nou doen? Het maakte geen indruk. En de moeder van mijn kind, die was helemaal van de theewater afgekookt. Hij heeft zichzelf opgehangen. Dat was heel dramatisch. Ja, die man die kan een touw knopen. Dat hoef je hem niet te leren. Hij heeft zijn nek geknakt. En dan niet van dat ellendige gespartel met een halfbrekend touw of zo. Dat de buren er last van hebben en God beter het dat je naar de reanimatieafdeling wordt gebracht. Want de buurvrouw heeft je gevonden. Gewoon in één keer weg, klaar ermee. Hij had ook echt kilo's. Dus ik denk als ik zo'n hangtouw ga maken, dat ik stenen aan mijn voeten moet monteren om echt die knak in mijn wervel te maken. Want voor hetzelfde geld blijf ik bengelen. Te weinig gewicht. Maar hij heeft wel wat kilo's. Ja. Die andere heeft zich niet echt doodgesopen. Dat vond hij dan zelf. Dat hij, oh, ik zuip mezelf dood. Nee, hij heeft met zijn dronken kop, met een Opel Senator of een vergelijkbare auto, en ging die 160 scheuren door de Limburgse landerijen. En dat dan doen met de 1,5 liter Jägermeister in je nek. Hij heeft zichzelf doodgereden. En ik ben waarschijnlijk een van de weinigen die snapt waarom die mensen dat gedaan hebben. Het waren allemaal Nederlanders, dus Engelsen kunnen daar niet van weten, laat staan Duitsers. En van de Nederlanders ben ik, denk ik, ja, misschien ergens in de dichte familie van die mensen, dat er mensen zijn die zeggen van, oh, ik weet er ook nog van. Dat is een handje vol. En zo is het niet gegaan met de dood van Christus Jezus. Dat was een indrukwekkend heengaan. Waarom zou je dat doen?
Die mensen waar ik het over had, die waren het zat. Die waren verstrikt. Maar Christus Jezus niet. Christus Jezus zei tegen de bevolking van dat stukje geografie in die tijd, waarvan je nog maar mag hopen dat er nog wat Joden wonen, te weten elementen van het volk Gods. Ik ben hier om de wet en de profeten te vervullen. Heavy. En mooi verteld vind ik dan ook dat hij van de stam van David is. En dat was David tegen Goliath. Weet je nog? David, die stond bekend als de levendoder. En om de Bijbel maar even een beetje open te trekken, want het evangelie van Thomas is niet zo dom. Het behoort niet tot de ontvangen geschriften. Voor de Bijbel is er een soort een fluitje. Iedereen alles inleveren voor 11 januari 19... De ontvangen geschriften. De scriptus receptus op zijn Latijn. Het evangelie van Thomas, dat valt daar buiten. Dat zit daar niet in. Daarin staat een hele mooie, dat Christus heeft gezegd: gezegend is de leeuw die opgegeten wordt door de mens. Want de leeuw wordt dan mens. Eén zin, Logion nummer 7, de tweede zin. Vervloekt is de mens die opgegeten wordt door de leeuw. En de leeuw wordt mens. Christus Jezus zei dus eigenlijk, ja, je hebt twee mogelijkheden. Je hoeft niet naar Auschwitz. En je kan wel naar Auschwitz, of je moet er naartoe. En wij zullen winnen. Alleen dat laatste, van eerst naar Auschwitz te gaan, ja, dat lijkt me een beetje pijnlijk. Maar die Auschwitzenaren, die zullen uiteindelijk toch wel in gaan zien dat ze menselijk moeten zijn. Dat was Christus. Je hebt dat mooie begrip dat al die mensen hier in Nederland ook, maar ook in België, dan gaan ze stemmen. Ik wil dit, ik wil dat. En ze snappen helemaal niet dat als je stemt, dat kost je geld. Dus waarom zou je stemmen? Nou, ik kreeg gratis een stembiljet van de gemeente. Dat wordt in mijn brievenbus gedaan en dat kost me helemaal niks hoor. Ja, ik moet er wel naartoe wandelen. En er zit dan iemand, maar diegene die er zit, die krijgt er niks voor vergoed, want dat is burgervrijwilligheid. Dat kost me niks hoor. Dat kan toch helemaal niet. Stemmen op wie? Sorry, man.
Het antwoord is de anarchie. We hebben één heerser. En die heet de heerser. En als de Arabieren de heerser graag Allah willen noemen, dan nemen wij daar genoegen mee. Maar niet dat die Arabieren de hele tijd Allahu Akbar mogen roepen, want daar houden we ook niet van. Als je wilt bidden, dat is allemaal best. Dat doe je in je slaapkamer. Beter nog, bid je door seks te hebben met jouw vrouw. Maar wel met de gordijnen dicht. Maar die Arabieren die pikken dat ook zo hoor. Pikken dat ook zo op. Dat snappen zij ook wel. Christus Jezus met zijn anarchistische gedachten, daar zit een metafysische ondergrond in. En die begint al in het Oude Testament met de verhalen van die drie koningen. Saul, David en Salomo. Het werd allemaal niks. David heeft het gedaan met de achterbuurvrouw. Dat was een fornicator. En Salomo is ook down gegaan. Die is op zijn latere leeftijd op bezoek gegaan bij een waarzegger. Ook dood. Dat moest allemaal gebeuren. Want wij mensen, en niet ik hoor, ik heb er nooit last van gehad. Hè? Ik heb geluisterd naar Madonna en ik dacht van, yeah, daddy don't preach, I'm in trouble deep, I'm gonna have my baby. Ik vond het wel geinig uitgevoerd. En ik heb nooit achter Madonna aangelopen. Voor mij was Madonna vrouw met Joodse connecties. Lekker met je billen zwaaien. Een goede stem had ze niet echt. En ze wist hem wel te gebruiken. En voor iemand met een slechte stem was Neil Young was beter dan zij. Ik heb nooit achter beelden gelopen, geknield. Want er is voor mij maar één Heer en dat is de oorzaak van het gevolg. Ja, de oorzaak die ken ik. Want de oorzaak is dit en dat en zus en zo. Ja, dat heet theosofie. Dat ken ik ook. Daar heb je helemaal niks aan. Dat is zo hol. Dat klinkt heel luid. De theosofen zijn het woord. Dat stelt niks voor. Helaas. Ik kan het er niet in vinden. Ja, maar Piri, dat komt. Jij hebt nog nooit echt goed theosofenles gehad. Want als je een goede theosoof als leraar had gehad, dan had je het heus geweten. Ik heb daar meerdere uren gezeten in een lokaal en dan luisteren naar dat gewauwel, gekakel met een overhead projector erbij. Ik snap er helemaal niks van.
Ja, maar er waren er vast geen goede theosofen. Oké, dat vind ik best. Ze zijn wel af. Ze zijn niet mijn leerling geweest. En dat zeg ik met opzet verkeerd om. Want een leraar heeft alleen maar zin als hij een leerling is. Een leerling van zijn publiek. Je bent iets tot de ontdekking gekomen. En wat houdt dat in? Jij bent verbaasd van jouw waarheid. En wat vinden jullie van mijn verbazing? Een goede leerling is een leraar, een leraar. Dat staat in het evangelie van Thomas als zevende zin. Als zevende aforisme. En voor mij is dat Christus. En dan kan je zeggen, ja, maar Perry, hoe kan je nou weten of Christus echt geleefd heeft? En dan zeg ik jou, dat maakt me niet eens uit. Ik hou niet van onzin. Teilhard de Chardin. Dat heb ik ook gelezen. En behoort tot het domein der onzin. Het is leuk geschreven hoor, maar echt langdradig. 50 tinten grijs. En dan moet ik later te horen krijgen wat Teilhard de Chardin, die werd betaald door de katholieke kerk. Dan denk ik, oh nee. Wij betalen ons blauwe voor de bommen op Irak in die tijd. Waar ze de Eerste Wereldoorlog aan het voorbereiden. En dan hou je wat geld over en dan zet je zo'n Teilhard de Chardin aan het werk. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat wij echt geloven dat als Christus Jezus 2000 jaar geleden niet over deze aarde had gelopen, dan waren wij fucked. Dat is het besef. En in het kader van dat besef mag je de katholieke kerk nog een keer dankbaar zijn. Voor het doorgeven van het woord. Want dat hebben ze wel gedaan. Ze hadden daar een heel groot probleem mee. Maar ja, we hebben hier het woord. Het is wel heel mooi dat we het woord hebben. Maar als Jan en Alleman het woord gaat lezen, dan stellen wij als priesters niks meer voor. Die katholieken hebben dat onder de, in het Latijn verborgen en dan ook nog heel slecht vertaald. Rommelig vertaald. En in 1611, daar hebben die mensen 5 jaar aan gewerkt. Daar hebben ze een Bijbel gepubliceerd. Koning James, King James, of koning Jacobus op zijn Nederlands. Die heeft dat allemaal gefinancierd, inclusief alles. Maar hij vond het wel geinig. Lekker tegen die katholieke kerk in van na 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 na. En dat is heel erg mooi Engels. Daar kan je geen spel tussen krijgen.
En dan niet geannoteerd. Je hebt die Geneefse Bijbel gehad met annotaties eronder. Van ja, hier wordt dit bedoeld, daar wordt dat bedoeld. Dat is secundair geouwe hoer. Ik heb de geannoteerde Koran gelezen. Die was interessant. Door die annotaties kon ik het ook begrijpen. In het Nederlands, de Koran in het Nederlands. En dan links Arabisch. Nee, het was alleen maar Nederlands. En dan annotaties eronder. Dus dan heb je zo'n zin en dan zat er een 1 bij. En dan moet je naar onderen gaan met je ogen. En dan heb je de toevoeging. En ik vind van de Koran dat het ook zo moet zijn. Want de Koran is wiskundig, taalkundig gesproken ingewikkeld. Het kan mensen op hele verkeerde gedachten zetten. Serieus. Echt waar. Dan word je een zelfmoordterrorist. Allahu Akbar. Ja, dat moet je niet elke dag zeggen. Ook zoiets als je moet je vrouw slaan. Ja. Daar staat de waarheid. Maar die moet je wel weten te begrijpen. De Koran, dat is neoplatonisme. De Bijbel niet. Ja, maar Perry, wat is neoplatonisme dan? Want dat ken ik niet. Je had toch Aristoteles? Nou, het zit als volgt in elkaar. In Griekenland begon men te schrijven. Grieks is een wereldtaal geweest, net als Engels. Alleen was de wereld toen nog niet zo groot. Nu is de wereld een bolletje rond en praten we allemaal Engels. Als je geen Engels kan, dan wil ik ook niet dat je Nederlands kan. En in die tijd was het Grieks. En kwam er een man en die heette Socrates. Dan heb je het over 400 jaar voor Christus. Want in het jaar -399 is Socrates, die heeft de vrijtood gedaan. En dat mag dan indrukwekkend heten. Waar het op neerkwam was dat volgens het verhaal Socrates die had dan discipelen en ging met die jonge mensen praten over begrippen als waarheid. Wat is de betekenis van heldhaftigheid? Ik denk dat dat noodzakelijk was voor die tijd, voor ons mensen, om ons bewust te worden van de betekenis van onze woorden. En Socrates was echt een ster in om elk begrip onderuit te halen. En ze waren hem beu. Hij werd beschuldigd van het ophitsen van de jeugd. Ja, Socrates, als je op die manier bezig houdt, dan hebben we straks helemaal geen normen en waarden meer.
En dan zijn wij voorbij goed en kwaad. Nu je bek houden. En Socrates kreeg heel vriendelijk aangeboden. Hij mocht een huisje betrekken op een of ander Grieks eiland. Dan mocht die oliebebommel zijn. Met elke dag zonneschijn. En heus wel een vrouw met puisten die langskomt om voor wat een potje eten te brengen. Rode wijn drinken en dan kijken naar de ondergaande zon. En Socrates, die vond dat niet echt een mooi. Nou, hij dacht, nou kom op. Wat is dat andere dan? Nou, dat andere was vrijthoud. Dat we zeker weten dat jij je mond houdt. En de vraag is natuurlijk, was dat echt wel dolle kervel of is dat alleen maar verzonnen? Dat is niet belangrijk. Wat belangrijk is, dat opgeschreven is dat hij de gifbeker dronk. Dan had je een van zijn discipelen, die heette Plato. En bij Plato moet je je voorstellen, heden ten dagen, zo'n jongen of meisje die met de 18e gelijk al de rijbewijs heeft, want met de 16e mocht ze al beginnen bij de beveiligde rijschool met zo'n papa die dan overal voor betaalt en die man is niet eens onaardig. Een rijke gever. En dan zo'n kind. Dat was Plato. Het enige wat Plato heeft gepresteerd, dat is zijn allegorie van de grot. Ja, maar Piggy, je had mij beloofd, dit zou een leuk verhaal worden voor het slapen gaan. En nu ga je beginnen over de grot van Plato. Dat was Plato. Plato heeft een boek geschreven en dat heet De Staat. In het Grieks. En daarin zit de allegorie van de grot. En nu ga je glimlachen. Alsjeblieft. Laat hem op. Valt zo dadelijk in slaap, dus dat maakt het uit. Die allegorie, die zit als volgt in elkaar. En nu haak ik even af om te vertellen wat een allegorie is. Het is een parabel. En Christus Jezus heeft er ook wat op zijn geweten. Maar niet zo vervelend als de... Ja, sorry dat ik moet lachen. De allegorie van de grot van Plato is echt heel erg vervelend. Het is niet te hard. Het was 1984, dat boek van George Orwell of William Blair. En Plato heeft dat veel korter gecomprimeerd. En het verhaal gaat als volgt. Dus een buckle up nou, hè. Je hebt je rooibos thee klaar en doe er een lepel honing in.
Als jij, ja, maar ik heb geen honing, ik heb alleen maar rum. Nou, rum erin. Goed vastzitten. Hoe zat dat in elkaar? Nou, het gaat als volgt. Mensen zitten in een grot. Kun je gelijk al bij denken, wat een onzin. Hoezo zitten mensen in een grot? En waar het om gaat, is, het is een perfecte beschrijving van de staat. Het was een blauwdruk voor de samenleving. Plato's grot. En wat Plato heeft opgeschreven, is dat als je dat voor elkaar wil krijgen, dan moet je de mensen ergens naar laten kijken. En niet naar elkander. Nog een keer. Als je de mensen in die grot wil houden, dan moet je ze ergens naar laten kijken en niet naar elkander. Ik denk als Plato in deze dagen zoiets smerigs op Facebook had gezet, dat er meerdere mensen over hem heen gevallen zouden zijn. Want Plato was een aristocraat. Die was geboren met een gouden lepel in zijn anus. En heeft hij een hele beschrijving gemaakt tot de slaafjes ergens naar te laten kijken. Daarvoor gebruik je projectiemateriaal. Zie je de hedendaagse samenleving met Netflix, al die onzin? En dan kijk je naar Family Guy of The Simpsons en lachen, jongen. En je kijkt godverdomme niet naar elkaar. Nou, dat was fase 1. Die heeft Plato aangekondigd. Van zo gaan we het doen, lekkere mensen. We sluiten jullie op in een grot. We geven je wat te kijken. En die enige, want zo eindigt het verhaal ook nog een keer. De enige die zich los weet te breken en dan kijkt naar die mensen om hem heen, die net als hij al die tijd naar projecties keken, schaduwbeelden, en daarover ouwe hoeren. Zoals de... Ik weet van bouwvakkers die erover klagen dat medebouwvakkers, werkers, hè? Drones, die willen dan weten of ze ook die avond daarvoor naar de tv hebben gekeken. En hoe denk jij dat het af gaat lopen met Game of Thrones en dan die ene die heette Adam. Gaat Adam het redden? Dat is Plato's grot.
Dat is uitgeschreven door die... En die mensen, je moet het ze nageven dat ze een fucking lef hebben... om dat op te schrijven. Maar zo was Christus Jezus niet. Ja, maar Perry, Christus Jezus heeft niks opgeschreven. En trouwens, Boeddha, Siddhartha de Boeddha, die heeft ook niks opgeschreven. Het gaat erom wie hij is. Christus dus. Het is ons mens zijn. Wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld. Vanuit de logische hoek, vanuit de taalkundige hoek, is dat inmiddels bewezen. Dus hoe logisch of logos of christen kan je wezen? Wat de Bijbel vertelt, dat het begon met een volk wat stouter die stout geweest was en opnieuw en opnieuw in slavernij kwam. Dat werd een oorlog. Ga mij niet vertellen dat jij genoegen neemt met je slaven bestaan. Jo, maar Piggy, als ik mij moet vrijvechten uit mijn slavenbestaan, dan moet ik ook onschuldige medewerkers choppen die chop. Het antwoord is, er is niet zoiets als een onschuldige medewerker. Ja, maar hoe kan ik dan dat verschil weten tussen die onschuldige medewerkers en die schuldige? Ze werken mee, afjoppen. Dus ook bij het schaken, het is wit tegen zwart. Je zal je moeten vrijvechten. Je zal een eigen land moeten hebben. En dat is de gedachte geweest in die tijd van het volk Gods. Dat God had laten zeggen tegen het volk door Mozes. Ram maar die handel, pak maar in. Het volk Gods in die tijd, dat was het enige volk wat, dat is voor de Mahabharata. De Upanishads die zijn van, nee, dat is nog voor de Upanishads. Het was zijn volk. En God zei tegen zijn volk, dit is mijn huis, wat ik heb gebouwd voor jou in 6 dagen. Ja, maar Perry, dat ik kan het niet geloven hoor, dat in 6 dagen tijd, proep, en dat was alles al. Het is wel toevallig dat we pas kunnen praten, een beetje kunnen schrijven, zoals die Babyloniërs, sinds 6000 jaar. In die zin
In die zin alleen al kan je zeggen dat de aarde, de wereld, 6000 jaar oud is. Mijn vader, die kon koken. En hij kreeg heel veel alcohol aangeboden, gewoon om hem aan het werk te houden, net als een aapje. Het aapje van alleen op de wereld. Het aapje was wat moest dansen. Mijn vader die kwam in de alcoholkliniek en de anonieme alcoholistenclub, want anders zou mijn moeder hem, ja, whatever. Hij wilde mij ook zien. Dus hij bij de anonieme alcoholistenclub. Was een man en die was een kapitein van een schip. Dit is allemaal echt gebeurd en het gaat ergens naartoe, hè? De werkelijkheid die bestaat uit zoveel kleinigheden. Daarom val je hier ook bij in slaap. Je hoeft de rest van het verhaal niet eens af te luisteren, want je weet al waar het naartoe gaat. Mijn vader die vertelde heel trots tegen mij dat hij geld ging verdienen en monies ging maken door kok te zijn op een Urker kotter. Ja. De UK 187. Of een boot van gelijke strekking. En de Noordzee op. Want daar zitten de vissen. Je gaat niet een vakantiereis maken. Nee, er moet gewerkt worden. En die jongens daar aan boord, die hadden een flesje never. Als ontbijt. Want werken op zo'n boei en die netten binnenhalen. De vis wordt duur betaald. Mijn vader die was er dan als kok. En dan zonder suipen, want ze waren allebei van de anonieme alcoholisten. Die man in kwestie, mijn vader zei tegen mij, respect voor die man. Die neemt niet eens een rumboon. Dus zo nuchter als de hel. Op zo'n stampend schip. En mijn vader, die is ook geen klootzak. Die dacht van, oh, dan doe ik gewoon een voorgerecht, hoofdgerecht en toetje. Misschien had mijn vader dat niet moeten doen. Want dat schip, dat ging helemaal zo alle kanten op. En het eten werd geserveerd in kommen. Vanwege dat stampende schip. Op weg naar die volgende wolk met vissen. Ja, en die mannen die helemaal onder de vissen schubben. Klons naar beneden. Nog een jenever erin. En dan die soep. Oh, lekker soep. Ja, doe maar soep. Ja, is goed hoor.
En wat hebben we nog meer? Aardappels. Oh, lekker. Aardappels erin. Wat nog meer? Vanillevla. Oh, dat is ook lekker. Doe ik aan de zijkant. En mijn vader die dacht even, what the fuck? En dan gingen ze ook nog roeren. Dan krijg je de vanillevla met de aardappelpuree, spersiebonen, doorgekookt rundvlees en een soepie. Dat roer je door elkaar en dat stop je in je mond. Alles wat mijn vader, mijn biologische vader, die avond gekookt heeft, dat was te eten. Natuurlijk kan je dat doen. Wel een beetje oppassen met zo'n vanillevla, als hij daar eieren in gebruikt heeft, dan moet je die niet, dan gaat het schiften. Maar goed doorroeren en dan alles naar binnen halen. En die jongens hadden ook wel wat meer te doen dan te eten. Die moesten vissen vangen. En dan terug zorgen dat je veilig thuis komt. Kaboom, kaboom, kaboom over die golven. De vis wordt duur betaald. Mijn vader die had dus denk ik totaal misgegokt qua menu. Hij had rijst moeten koken, bruine bonen. En die rijst bakken. Dus eerst de rijst koken. En dan een grote pan, maar die heb je er wel. En uien erin. Pepers erin. En bonen eroverheen. En doorbakken. En opscheppen. En wat willen die mannen dan nog? Appelmoes? Zo. Komkommersalade. En doorvissen. Homo's. De moraal van het verhaal is dat mijn vader was een idioot op die boot. En hij wilde zo zorgvuldig zijn. Hij zag het alleen maar als een gratis reis. Dan krijg je er een paar tientjes mee. Hij vertelde me nog dat hij zo nuchter als de hel op de brug stond bij de kapitein. En dat hij die golven zag. Die waren 7 meter hoog, naar zijn woord. Daarom was hij aan boord. En dan lekker koken. Die mensen zijn er onder ons. Mijn vader niet meer, die is aan de andere kant van de... Ja, hij is verbrand. Dus in de lucht. Heel goedkoop. Mijn vader heeft hem erfenis nagelaten. Daar heeft mijn dochter nog een fiets van gekregen.
Een fiets van 700 euro. Dus dat is zo'n 1540 gulden. 1540 gulden. Dat is een dure fiets. En dat kon er van af. Want mijn vader was dood. Mijn vader was een gevoelig mens. En dat heb ik van hem overgenomen. Yo, mijn piggie. Je kan je nou wel lekker zeggen en lopen opscheppen. Je vader was heel gevoelig. Maar ik heb een ongevoelige vader. Je moet eens weten wat ik heb meegemaakt met mijn gevoelige vader. Mijn gevoelige vader, die kwam op een avond. Ik zat toen op het VWO als allochtoon in Groningen. Ik kon die taal helemaal niet. En dan wel wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, Nederlands en Engels. En omringd met van die slimmerikken, van rijke luisgezinnen. En mijn vader, die fijne gevoelige vader, die komt de keuken binnenwandelen. Met een bebloed onderbeen, moet je het zeggen. Die Klojo, die was met een slijptol de stal ingegaan om stalen balken weg te halen. En dan met een biertje erbij. Er zat een hou in zijn scheenbeen. En het bloedde als een rund. En hij zei, ja, je moet de ambulance bellen. Hij met die slijp. Wat er was gebeurd, dat ding was doorgeschoten. En dan zuk in zijn been. Leuk is dat, gevoelige ouders. Wees blij met ongevoelige ouders, want die zullen dat echt nooit doen hoor. Dat soort gekke dingen niet. Ja, maar Piggy, moet ik dan ongevoelig zijn? Nee. Je moet gevoelig zijn. Neem mijn vader, mijn biologische vader, als voorbeeld. En dan gewoon lekker in de... Was die mee bezig, man? Hij heeft ook nog een auto in een sloot gereden. Dronken als een kut. Wakker geworden met het koude Groningse slootwater. Tot aan het bovenste stuk van je longen. Want zo diep was die sloot nou ook weer niet. Dat is mijn vader. Een volslagen idioot. Met een
stotterde, stotter met een D op het einde. En zo geldt dat voor jou ook. En wie heeft dat gezegd? Nou, Christus Jezus. Christus Jezus heeft zoiets gezegd als: wil je ruzie met je ouders? Nou, liever vandaag nog dan morgen. En begrafenissen, nee, daar gaan we niet per se naartoe. En niet zo dat je niet naar begrafenissen mag, maar je mag er wel naartoe, maar dan moet je er wel tijd voor hebben. En voor de rest gaan de doden maar herdenken. Christendom is hard. Met een D. Want keihard. Jezelf terugvinden in jezelf. En jij moet een mean mofo worden. Want dan ben ik ook zo beu. Het woord mofo. Dat stelt niks voor. Motherfucker. Ja, wie niet? Voor de mannetjes gesproken dan, hè? En er zijn ook heel veel van die schijnmannetjes. En die doen ook een motherfucking. Die ken ik ook. Ja, want ik ken een juffrouw Toddeltje en die woont in de buurt van het Olie B. Bommel kasteel en daar ga ik heel graag op bezoek. Motherfuckers. Daar gaat het niet om. Je moet er een stap bovenheen. Moet een mean motherfucker zijn. Dan kan je ook als vrouw zijn. Ga hier. Jij als vrouw. Heel leuk wat ik nou ga zeggen. Maar hoe moet ik als vrouw piggy? Want ik heb niet zo'n grote pik zoals jij. Want jij hebt je pik tot aan je navel. Als hij echt helemaal. Bla 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 bla. Gehouden hoor. Ja, maar mijn pik is. Dat is een clitoris. En hoe moet ik dan mijn moeder gaan verneuken? Ha, 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 ha. Wie is jouw moeder? Is dat die moeder die jou gedragen heeft? Geef je maar even te denken. Oké. Zijn jullie uitgedacht? Heb ik jullie voldoende seconden gegeven? Het antwoord is de mean mofo. Je slacht je moeder af op zijn heelal. Het is een maatschappij advies. Ja, maar Piggy, hoe kan ik jou vertrouwen? Nou, het antwoord is helemaal niet. Ga maar controleren in je eigen resources. Als jij niks doet, wie doet het dan wel? Yo, Piggy, ik ben zelf meer een. Ik heb zo'n. Ik heb een leaseauto. En. Hoe moet ik dat zeggen? Het is geen vervelend werk. We hebben volgende maand een barbecue.
Het punt is, omdat dat niet telt. Wij zijn slaafjes van de Big Movo. En de Big Movo, die wil dat wij de Big Movo zijn. En je hebt dat platonisme, waarin een staatbeschrijving wordt gegeven om ons in het duister te houden en niet naar elkander te laten kijken. Het ellendige einde van Plato's grot is dat er een enkeling is en die breekt los. En die zegt tegen die mensen: jullie kijken naar een projectie. Waar gaat dit over? En die breekt weg. Die weet te ontsnappen naar de bovenkant van de grot en ziet de wereld. Als die mens opnieuw de grot ingaat en tegen die andere mensen vertelt: ik heb het gezien. Jullie zitten alleen maar te kijken naar een projectie. En die wordt gemaakt door die en die. Kijk maar achterom. Maar dat kunnen die klojo's niet. Ze kunnen niet zien waar de projectie vandaan komt. Dus dan worden die klojo's die niet achterom kunnen kijken, dus ook niet naar elkaar kunnen kijken, die komen in opstand tegen, pauze, tegen wie? Tegen degene die de projectie maken? Nee. Ze komen in opstand tegen degene die hun vertelt dat ze niet naar elkander kijken. En dan komen die mensen met die oogkleppen, die niet naar elkaar kunnen kijken, die komen in opstand en vermoorden degene die verhindert dat ze kunnen kijken naar de volgende uitzending van Netflix. Ben ik duidelijk of proorlijk Frans? Dat is platonisme. Ik geloof daar niet in. Ik geloof niet in het houden van mensen. Ik geloof in veetelers ook. Landbouwers ook. Waarom niet? Mensenhouders? Ik vind het een vieze gewoonte. En vooral van die mensen die dan zeggen: ja, er moet voor mij of van mij gehouden worden. Ik wil dat iemand mij houdt.
Dat is een erge gedachte. Het lijkt je te ontslaan van jouw noodzaak om van een ander te houden. Dat bedoel ik. Ja, als God van me houdt, dan wil ik als eerste voelen dat Hij van me houdt. En wat jij zegt over veeteelt, ik vind koeien maar stinken. Ja, ze eten wel al je gras op, hè. En je schaapjes ook. En hoe denk je dat jij jou kan voelen door die schaapjes de vrijheid te geven? Ja, maar die rammetjes, daar vind ik maar niks hoor. Die zijn veel te wild. Ja, dat is het probleem van de veeteelt. Dat je al die mannetjes afpoetst. En met kippen heb je dat ook. Maar dan slacht je gewoon een aantal van die mannetjes. En je laat al die vrouwtjes in leven. Lekker eieren leggen. Ben jij een veeteler? Dat is toch Kain? Er zit een waarde in het houden van dieren. Niet van mensen, maar wel van dieren. En planten. En kristallen. Die mag je houden. En als jij een ouder bent, dan mag je van je kind houden. Erg belangrijk. Want dat kind heb je niet in bruiklijn. Dat kind is jou gegeven. God had vertrouwen in jou als ouder. Ja, maar Piggy, ik hou niet van die verantwoordelijkheid. Ik ben liever een dombo. Ik niet. Ik heb dat ook moeten leren, om met kinderen om te gaan. Dat is hard, man. Kinderen zijn een blok aan je been. Christus Jezus had geen kind, hè? Als hij een kind had gehad, had hij dat niet geflikt. Om met zijn 33ste de pijp uit te gaan. Dat denk ik niet. Ja, precies, Perry. Dus Christus Jezus heeft gezegd, geen kinderen krijgen. Christus Jezus heeft gezegd, er wordt voldoende geneukt. En laat de kinderen tot mij komen. Hij wilde seks met die kinderen. Dat is ook zo'n geouwe hoer. Helemaal niet waar. Als je heden ten dagen invulling wil geven aan je christenschap. Dat je wil zeggen, ik ben een beetje logicus. Ik snap de taal. En je wil een kind. Bellen met jeugdzorg.
En daar kom je met je kop tegen de muur aan. Je gaat leren de namen van die kinderen die geen ouders hebben. En dan contact maken. De kinderen tot je laten komen. De allerlaatste strategie is dat je met een ruime auto naar de meest armoedige buurt gaat en vraagt aan een kind, ook al heeft het een tint, heb je zin om langdurig een kamer te hebben? Die wordt schoongemaakt. Dan leer jij om die kamer schoon te maken. We praten niet over 3 maanden. Nee, we praten over jaren. Morgenochtend krijg je ontbijt. En dan niet om 10:30 's morgens, zoals jouw doorgesopen, doorgesnoven mama. Als je het al om 10:30 krijgt. Nee, om 7:00. En ook, je hoeft niet alles op te eten. Wij moeten weten hoeveel jij wil eten. En we geven je altijd iets te veel. En als jij je hele bordje leeg eet, dan weten wij als ouder dat jij te weinig gekregen hebt. En niet gaan zeuren over, ik wil morgenochtend 1,5 bord pap. Nee, dat gaan wij oplossen. Misschien moet je braadworst erbij. Havermout met suiker. En braadworst. Zo kan je een kind tot je nemen. Je zou bijna kunnen zeggen dat die politiek van 1 kind per vrouw onder de verstandige mens genoeg is. Domme mensen die neuken echt van alles bij elkaar. Hè? Ja, wij van onze cultuur, wij zien de kinderen als een productie-eenheid. Schande. Voor de christenen zou ik zeggen, niet jij als christenvrouw, ik doe het satirisch. Jij als christenvrouw, niet baren. Ga zorgen voor kinderen. Er is maar 1 voortbestaan voor ons en dat is het menselijke, zachtmoedige voortbestaan. En jij kan als blanke vrouw, kan je zeggen van, joh, ik ben een mooie blanke man.
En dan, hebben we een leasehuis en een leaseauto. Nee, een koophuis hoor, dat hebben we hem eigenlijk gekocht. In Weijen. Of Olst. Dat is het niet. In de Koran staat, je moet zijn als een zalm tegen de stroom. Even terug naar de Koran, want het werk van Plato met zijn grot, een grot idee. Je moet een projectie maken, iedereen kijkt ernaar en die kijkt niet meer naar elkaar. En die ene die weet te ontsnappen, ja, die wordt bij terugkomst, omdat hij die andere in de grot wil redden, die wordt door de grotbewoners vermoord. Dan krijg je daarna het neoplatonisme. En dat is de Koran. En de Bijbel, het boek Genesis, het boek Job. Het was echt ver voor Plato. De Koran was in het jaar 600. En dat is neoplatonisme. Met een overdreven vrouwenonderdrukking. Ik ben er ook voor om vrouwen de mond te snoeren. En dat is een kunst. Om dat als man voor elkaar te krijgen. Zo schoon aan Genesis 2. Waarin Eva Adam verleidt tot het eten van de vrucht van de boom. Van de kennis van goed en kwaad. Wie was de eikel? Eva. Ja, want Eva die had met die slang gepraat en die dacht, het was Eva haar schuld. Niet dus. De overeenkomst die wij hebben in het oude convenant, de oude overeenkomst, dat is een verzameling van de wet en de wandel en handel van de profeten, de Elvis Presleys van die tijd. In het Oude Testament staat dat Adam een woord ging geven aan dieren. Olifant, giraf, worm, whatever. En hij liep in de rondte in zijn blote bibs. Waarom zou je jezelf verhullen? Je bent zo geboren. Toen kwam Adam op het zalige idee
om de vrouw te bestempelen tot zijn helper. Even terug. Adam benoemde een tijger als tijger, een leeuw als leeuw, een wolf als wolf, een giraf als giraf, een olifant als olifant. En toen ging die zeggen, helper. Volgens de mythe heeft dat Adam, de mens, een rib uit zijn lijf gekost. Ja, maar dat weet ik allemaal wel, want vrouwen, ja, daar moet je altijd mooie kleren voor kopen en het kost mij een rib uit mijn lijf. Het positieve, want je kan wel gaan lopen zeuren van ja, die vrouwen. Dat is een mooi Nederlands spreekwoord en dat heet: vrouwen, je kan beter kippen houden. Van een kippen, ja. Een van die vrouwtjes kippen. Pik, pik, pik. Van het graan erin. Eieren eten. En daarna kippensoep. En voor een man is dat heel eenvoudig, hoor. Mannen doen daar niet makkelijk over. Niet moeilijk over, moet ik zeggen. Het is allebei hetzelfde. Zorgvuldig zijn, dus je hebt een kip, je hebt een stuk of 4, 5 kippen. Maar dan moet je even weten waar dat graan te kopen is. Ongekookte, gewoon graan, mais of whatever. En wat voor kippen wil je? Je kan ook een tijdje blauwe zaad erin gooien. En wat kippen ook heel lekker vinden, dat zijn vliegenmaden. Dan moet je even weten te maken. Ga je naar de slachter. Kom op met die botten. Die botten helemaal breken. En dan wachten op de zonneschijn. Dan gaat het broeien. Dan komen die vliegen komen erin. En die poepen allemaal maden eruit. En die gaan in je kippen. Dan heb je een filter. Bedorven vlees en het ei. Of graan voeren. Kijk, mannen kunnen dat makkelijk, hoor. Enkel probleem. En mag je dat doen? Nee. Nee. Ah, ik eet ook vlees. Ik ben graag een zondaar onder de zondaars. Noem mij maar een bodhisattva. Een tussenhanger. Wij weten best dat dat niet mag. In Genesis staat ook dat de
vruchten van bloemen kan je ook eten. Er zijn eetbare bloemen. Je hebt courgette, aubergine, de aardappel. Pindaolie, alle zaadolie, slaolie heet dat. Daar heb je genoeg aan. Uien, knoflook, gember, Laos. Spaanse peper, Mexicaanse peper, Surinaamse peper, kumirinoten, en een hondje houden om hem als een Chinees op te gaan eten aan het einde van zijn leven. Denk er even over na. Dat doe je niet. En je kan natuurlijk, sorry dat ik natuurlijk zei, je kan konijnen laten, of forellen laten zwemmen in een visbad. En al die mannen die gaan forellen vissen. Het is niet echt de bedoeling. Het lijkt mij dat het kweken van dieren, het telen van dieren, dat niet moet doen. De uitzondering zou kunnen zijn de dierentuin. Ja, maar ik vind het wel heel erg leuk om naar die kippen te kijken. Het is allemaal zo tok, 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 pik, 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 pik. Als je daar fun in hebt, ja, eigenlijk zou ik iedereen willen dat hij, al heb je een balkon, je houdt een dier in leven, gewoon voor de fun. En eet je hem daarna op, of haar? Het grote punt is dat als je een dier aan het huis neemt en je bent echt een goede boer, dus elke dag graan, wat ze maar lekker vinden om te pikken, kan je dat dier dan nog opeten? Ik vraag het mij af. Ja, maar Perry, zo'n kip die eet graan. En als ik graan zelf wil dingen, dat kost allemaal CO2-belasting. Dus ik gebruik liever een kip.
Ja, en hoe ga je die kip slachten? Ik heb dat gedaan. Ik heb kip geslacht. Niet één, niet twee. Ik heb het zo dood. Tja. En dan plukken. Dan moet zo'n beest in een emmer met kokend water. En dan die veren er allemaal af. Dan hou je die kale kip, hou je over. De buik opensnijden. En dan zie je allemaal die toekomstige eieren. By the way. Een goede reden om als mens een kip te gaan houden en te slachten, die buik open te snijden en al die eieren te zien. Ik laat maar even een boertje. En kippen zijn helemaal niet ongelukkig. Als jij een kip gaat slachten, laten we even wetenschappelijk een uitgangspunt nemen. Stel, dat is wetenschap. Stel, jij hebt een tuin de ruimte, je hebt gras en dat heb je. Je hebt natuurlijk ook van die buren, die hebben een blafferige hond of whatever. Dus een kippenhok. Dat al die kippen. En dat, die opening, die is te klein voor die pitbull terrier. Dan gaan al die kippen aan het einde van de avond. Dan weten ze al dat die pitbull terrier eraan komt. Dan gaan ze. Allemaal vrouwtjes kippen. Terug in het hok. Doe dat. Dan zie jij hoe de natuur is voor jou. Dan ben jij goed voor beesten. En dat die kippen naar buiten lopen en het graan erin, maar overal poepen ze van die eieren eruit. En die smaken als de hel. Je kan die kippen halen bij de kinderboerderij. Ja, maar Perry, die kippen in de kinderboerderij, die hebben een karma. En die eieren smaken niet. Oké, dan neem je een haan erbij. Een nieuwe generatie van kippen. Aanvoelen. Dat is toch leuk? Ja, maar Perry, als ik een haan bij mijn kippen neem, dan krijg ik allemaal nieuwe kippen. En dat wordt me een patatje slachten. De Mohammedanen hebben daar een antwoord op. En dat heet heelal slachten. En heelal slachten is zoiets als tjik. Niet van het dramatische geslacht. Van die kermende varkens, dat doen ze hier in Nederland. Dat die varkens van tevoren, die ruiken de geur van bloed en die beginnen al te kermen. Godverdomme, moet ik dood hier?
En vooral die mannetjes, die... I know how. Om die reden zou je geen varkensvlees moeten eten. Want je bent niet in staat om een beer te slachten. Maar een kip. Tjak. In het kokende water. En plukken. En die velletjes. Koken. Die botten kan je ook nog kraken. Het kippenbot. Bom, bom, met een hamer. En een bouillon van koken. En jij hebt te beseffen dat dat helemaal niet nodig is. Er is een wereld denkbaar waarin wij niet de botten van kippen of kuikens gaan breken met een hamer en uitkoken en filteren en met een tomaatje erbij. Er is een wereld denkbaar waarin wij uitsluitend eten dat wat ons gegeven is. En ja, je mag noten eten. Jonge Piggy, als ik een walnoot ga eten, dan moet ik een notenkraker hebben. En dan doe ik toch een beetje krak tegen hoe heet dat ook alweer? Dat is gratis eten. En ja, je moet met je notenkraker. En je mag alcohol drinken. Je mag speed roken. Geen enkel probleem. Of heroïne. Waar geen dieren meer eten. Wij moeten terug naar die tijd voor de zondvloed. En daarvoor gaan wij eerst leren om zelf kippen te houden voor het voedsel. En in te zien dat het kost te veel energie. Zo is het. Denk je nog eens in aan die tijden van die cowboys. De koeienjongens. En die moesten met een paard de kudde in de gaten houden. Waarom zou je niet zaad in de grond stoppen? En laten groeien en jij op je rug hangen? In plaats van met die stoeien, stomme, stoere koeien om te gaan. Ja, Perry, maar de koeien die verdienen ook een leven. Vind ik ook.
Geen enkel probleem, hoor. En gun die koeien een waardige dood. Als je toch het lef hebt om een stuk land ter beschikking te stellen aan een koe, heb ook het lef om die koe waardig te laten sterven. Ja, maar Piggy, dat betekent dat als ik heelal slacht, dat ik vlees mag eten. Ja, in principe wel. Want die dieren, die zijn niet zo slim als wij. Als jij een mug doodslaat, dan denkt die mug, oké, game over. Mooi, hè? En een koe moet je ook zo'n dood gunnen. Ik ken het droevige verhaal van mensen en die hadden het lef gehad om een varken groot te laten worden. Dat was een mannetje, een beer. Ze hadden een gebouw, een slachthuis. Die beer hebben ze daarin weten te lokken of meegevoerd of een klap op de billen en vastgebonden. En die beer dacht van, oh, ik ben jarig vandaag. Dit is echt gebeurd. Naar mijn mening, hè? Stel je voor van die prut waarin die varkens dan de aardappelschillen opeten. Een stront dat je daarvan krijgt, man. Die beer die was oud en groot, allemaal wijven geneukt. Als het een beer betreft. En dat heb je hier over een varken. Zelfs de Joden zeggen dat je met varkens niet moet omgaan als voedsel. Nou, dat hebben die mensen geweten. Ze hadden dat. Die beer, dan praat je over 200 kilo. Zo zwaar als een Renault Clio. En ken je ook die film Hannibal? Ken jij die strip Asterix en Obelix? Nou, die beer, die stond dus in die stal, in dat slachthuis. En hij dacht alleen maar dat hij jarig was. Ze hadden die beer voor de gek gehouden. Regel 1. Niet tenzij je heel goed weet hoe je iemand voor de gek houdt. Ja, dat nummer van ABBA, hè? Van take a chance, take a chance, take a chance on me, take a chance. Ja, je kan altijd gokken. En die beer die was vastgebonden en een vent met een Colt heet dat, een C-O-L-T, dat is een pistool. En die beer wel even door zijn kop schieten.
Ja, die man die schoot mis. En toen dacht die beer... van oké, is dit mijn verjaardag? Dat je mij met een lode apparaat... en het ketst af van mijn schedel... dit is mijn fucking verjaardag? Maak het verhaaltje af en kleur de plaatjes. Die beer, die werd mad as hell. En die deed net als Elvis Presley een beetje met zijn heupen schudden. En als een eerste beste Houdini. En Houdini, dat is die ontsnappingsfilosoof. Ram weg met die ketenen. En het hele slachthuis ging omlaag. Dit is gebeurd. Ja, maar Piggy, dan mogen we geen varkens meer doodschieten. Het mag wel. En raak schieten. Als jij dat varken wil duidelijk maken, van ja, jij klootzak, jij bent zo dik geworden omdat wij jou iedere keer die aardappelschillen gegeven hebben. En nu is het payback time. En dan handel jij correct. En niet misschieten. Landbouw is zoveel... zaadjes in de grond en dan moet je onkruid weghalen. Maar jij hebt al koeienstront nodig. Dus ja. Dus er is een harmonie tussen landbouw en veeteelt. Want gras, dat groeit zo makkelijk. En die scheid van die dieren, daar kan je van alles mee doen. Ja, maar Piri, dat zou betekenen dat we alleen maar oude koeien mogen eten. Nee, oude koeien moeten eten. Ik denk het wel. Van die graseters. Ik denk dat dat mag. Schaapjes, waarom niet? Je hebt die poep nodig. De transformatie van dat gereduceerde koolstof tot stank. Het stikstof erin. En dan kunnen die dieren allemaal blij zijn. En, oh, ik heb een rol. Ik hoef gras eten. En een beetje neuken elke dag. Seks. Oh, dierenseks.
En aan het einde van de rit gebeurt er niks. Ik vind het een overweging om toch veeteelt te blijven doen. Ja, maar al die dieren en vooral die mannetjes, die worden dan omgelegd. En wie heeft daar dan plezier aan? Nou, je kan met je kind gaan kijken naar de lammetjes. Kijk, kind, wat je nou ziet, dat zijn mannetjes en vrouwtjes. En daar wordt momenteel nog geen onderscheid tussen gemaakt. En al die mannetjes, die gaan we afslachten. En die vrouwtjes houden we in leven. Ja, maar Perry, dat is wel een hele harde boodschap voor een kind. Ja, behalve dat het zo is. En daarom moeten we ook stoppen met het eten van vlees. Dat is makkelijke consumptie. Ja, want ik vind het wel lekker hoor. Beetje vlees. Ja, ik ook. Ik eet dat ook gewoon. En nu zei ik gewoon op een manier waarop je dat mag gebruiken. Ik eet het uit stupiditeit. Niet van mij, maar van wat er in de supermarkt ligt. Dan zie ik die rotzooi liggen en dan denk ik, ja, als er zulke rotzooi ligt, doe mij maar vlees. Zo vergaat het mij. En jou ook. En ga kippen houden. Alsjeblieft. En ik wil je kip wel komen slachten hoor. Ik kom langs, ik zeg, dag kip. Hallo. En de kip in mijn armen. En op zoek naar de snijtafel. Ik trek zijn kop helemaal naar. Ik zou die poten links leggen en die kop rechts. Maar ik ben rechtshandig. Hè? En die kip helemaal strak. En jij er, pop. En dan gaat dat lichaam helemaal spartelen. En die hou ik in de gaten. Die kop ligt eraf. En dan in dat kokende vat. Waarom niet? Het is maar een kip. De waarde van die kip zit hem in het feit dat jij de hele godganse maand graan hebt gehaald. Heavy. Vind je niet? Het besef. En geiten, dat is ook zo'n lekker ding. Maar zie een geit maar eens te ver. Een lam. Dat is makkelijker. Ik ben een schaap.
En het schijnt lekker te smaken. Doe het dan. Wees een echte homo naar je dochter. Dat jij tegen jouw dochter kan zeggen, dat lam heb ik geslacht. Stilte. Je gaat tegen je dochter niet zeggen, deze druiven heb ik geplukt. Stilte. Tijd om na te denken. Ja, maar Perry, als je zo begint, dan moeten we allemaal veganistisch worden. En dan mogen we geen eieren meer eten en alles niet. Wel hel. Vreet ze op. Ga kippen kweken en konijnen. En killen die handel. Wat moet je met een konijn? Ja, daar kan ik een mooie hoed van maken. Dat is een warme vacht, zo mooi uitgevoerd in bont. Ja, doe het dan. Ja, maar mijn konijn. Ja. Geef ik de ruimte. En ik ga zijn vlees niet opeten. Nee, nou, dat kan. Ik heb hier een dode rat gehad in mijn woning. Daar had ik ook een stukje bont van kunnen maken. Eén ding wat je gaat nageven aan ratten, ze hebben een betere haargroei dan ik. Oh, wat ben ik metafysisch bezig, vind je niet? En ik den er al zo lang door. Want jullie slapen nog niet. Ja, maar Perry, je had een antwoord op de vraag wie Christus Jezus was. Nou, dat was God. Ja, maar dat komt toch helemaal niet, want alle materie is slecht volgens de vrijmetselaars en de katholieke kuttenkerk. Dus God kan nooit in de materie aanwezig geweest zijn. Dat is heavy, zo'n vraag. Bestaat er een mens die aanwezig was bij de schepping? Het antwoord is tussen aanhalingstekens, om het maar even op zijn Amerikaans te zeggen. Het antwoord is dubbele punt tussen aanhalingstekens mogelijk. En jij gaat daarvan maken wat je maar wil. En het liefste wil ik dat je een geile kut bent. Zoals de eerste beste homo in een heteroseksuele tent. Dat je op je rug gaat liggen. Een soort van islam, onderwerping.
En jullie probleem als vrouwen dat is dat je omringd bent met ongelofelijke domme... niet... Ik vind het ook verschrikkelijk. En wees dan een feminist. Wees als een zalm tegen de stroom in. Zwem omhoog. Ja, maar Perry, dat vind ik heel ingewikkeld. Want wat moet ik dan doen? Het eenvoudige antwoord is dat ik geen flauw idee heb wat jij moet doen. Pepers in je reet stoppen lijkt mij een goede therapie. Naar de sauna gaan. En zweten als de eerste beste arbeider. Even tegen jullie vrouwen. Je gaat er maar geld voor uitgeven. En zweten. Ja, maar Perry, dat betekent dat ik als vrouw... Ik moet dan ook zweten en ben ik doorgezweet en heb ik een fout gemaakt en dan krijg ik op mijn kloten. Het antwoord is ja. Het antwoord zit in jullie, lieve schattenbouten. Al die mannen die zo eigenwijs zijn... Ja, ik ben kwantummechanicus. Ik weet van HWO. Ik snap het ook wel. Jij als vrouw bent een mens. Is dat goed begrip? Ja, maar Perry, hier praat je plat en dat versta ik niet. Op zijn Nederlands, dubbele punt. Jij als vrouw bent mens. Je hebt het vermogen tot nadenken. Ja, en... Hè? Ja, maar in Genesis 2 staat, ik moet alleen maar de helper zijn. En daar neem ik geen genoegen mee, want ook al ben ik ongesteld eens in de 4 weken, ik ben nog steeds net zo... Letterlijk, godverdomme. Hoe kan je het in je hoofd halen? Ja, maar bloeden. Alleen vrouwen bloeden. Only women bleed. En ik geloof daarin. Je gelooft in wat? En wij mannen maar aan een... Ja, want jullie hebben geen ongesteldheid. Je hebt een midlife crisis. En dat vind ik eigenlijk ultimately boring. Jullie moeten aan de slag. En niet sevens, niet straks, maar heute nog, verdomme. Dit was een Belgisch gedicht. Ik ben het echt beu met die luie vrouwen.
En ik weet dat er vrouwen zijn en die zijn niet lui. Die maken een indruk. Dus dat kan wel degelijk, godverdommes wel. Ja, maar Piri, wij als vrouwen, wij zijn het zwakke geslacht en wij wachten af tot die mannen ons een duidelijk voorbeeld geven. F yourselves, homo's! Moet ik dan godverdomme alles zelf doen? Dat is ook zo'n mooie uitspraak van een vrouw die tegen mij zei... Ja, als jij dan wilt dat ik een computer kan bedienen... dan hadden jullie mannen... er maar moeten voor zorgen dat die computer makkelijk te bedienen is. En jullie zorgen er niet voor dat er een handleiding is en een leuke instructievideo en... Oh, ik haat jullie eigenlijk! En dat is positief bedoeld. Ja, maar Piri, wat is het antwoord dan? Nou, dat die wijven ophouden met zeuren. En zich gaan gedragen net als mannen. Ja, maar dat klinkt net alsof jij vindt dat er een bepaalde bevolkinggroep onder ons is. En die hebben de ballen in de buik. En die doen heel erg met make-up, lippenstift en whatever. En die gedragen zich als een stelletje homo's. Vraagteken? Het antwoord is ja. En dat gezeur van jullie vrouwen ook van... Ja, we hebben momenteel patriarchaat. En dat moet vervangen worden door het matriarchaat. Ja, door wie fucking? Ja, ik denk zelf dat die patriarchaten... die moeten gaan beslissen dat, dat er een matriarchaat komt... En ik doe in de tussentijd helemaal lekker niks. Nou, Perry, niet zo zeur hoor. Ik werk voor een communistische organisatie. En dan doen we heel veel goede dingen voor vrouwen. Dus dan komt er een matriarchaat. Oh, ik kan wel janken. Echt hoor. Het gebrek aan taal bij vrouwen is schrikbarend. En schrikbarend, als Nederlands woord, is het baren van schrik. Dat je denkt, oei! Waarom lezen jullie geen boeken? Ja, dat komt. Wij voelen van alles vanuit onszelf. Wij hebben geen boeken nodig om de taal te leren. Echt waar? En waarom krijsen jullie altijd? Ja, dat wil je niet zeuren, niet seksistisch gaan lopen doen. Dat heet de hysterie. Dat komt van het woord hyster. Dat heet baarmoeder. En ik heb een baarmoeder. En ik heb natuurlijk recht tot schreeuwen. Jullie kuthomo's. Ja, maar Piri, jij gaat mij vertellen dat de mannen dan wel zich gedragen. Nee. Ik
De mannen om me heen zijn... Ik moet echt met een kaarsje op zoek om te vinden wat een goede man is. In mijn vorige uitzending heb ik verteld over Anton. Dat vind ik een goede man. Een verstandige man. Ja, maar Perry, dat betekent dus dat de 98% van de kerels in mijn omgeving, die heb ik niet te vertrouwen. Ja? Het zijn allemaal klojo's. En jullie kut Helino's homo's ook. Jullie zitten ze zelf te kweken. Een jacuus heet dat op zijn Rousseau's. Ik beschuldig jullie. Ik beschuldig jullie in die zin dat jullie het echt nu eventjes ram. Pam. Thank you, mam. En jullie doen helemaal niks. Ja, want al die mannen, die doen ook helemaal niks. Ik kan wel... Ik ga niet zitten huilen. Dat kan ik wel doen in het kader van een theatervoorstelling. En dan ga ik huilen. Dat heb ik zo voor elkaar. En jullie godverdomme ook een keer. Ja, maar Piggy, het baren van kinderen, dat kost heel veel pijn hoor. Echt, dat staat in Genesis, daar heb ik geen zin in. Homo. I call homo. Als er geen kinderen meer komen, gaat er niemand meer dood. Heb jij daar zin in? Yo, ik ben ervoor dat er niemand meer dood gaat. En ik hou mijn knieën tegen elkaar en geen sperma erin, want dat levert alleen maar doden op. Het is een probleem, dat snap ik reuze goed. En toch moet je op je rug gaan liggen met je knieën uit elkaar. Yo, maar Piri, dat betekent een hele verantwoordelijkheid. So be it. Bitch. Gewoon doornuiken. Ja, maar al die mannen zijn zo dom. Ja, eventjes over, even tegen jullie vrouwen. Neem een man die bouwvakt. Punt 1. Een bouwvakker die moet om 7 uur op de steiger staan. Ik ken een bouwvakker, dat is de drummer van mijn band. En die gaat om 6 uur 's morgens de deur uit. Op zijn fiets. Naar de bouwvak. En die moet je hebben. Ja, maar Perry, die komen, die mannen, wat jij nu zegt, die komen stinkend thuis van hun werk. Ja, dus? Ja, maar dat vind ik niet lekker ruiken. En ik wil graag een huis voor de kinderen, dat alles lekker ruikt. Ja, dan zorg je dus godverdomme voor een douche. En zijn vuile kleren in de wasmand.
Ja, maar in de wasmand gaat het ook stinken, hoor. Ja, en daarom ga je ook 3 keer per week gooien die vuile kleren in de wasmand, in de wasmachine. En die wasmand leeg. Ja, maar Perry, dat is een heel erg leeg bestaan wat je mij nou toepredikt. Want dan heb ik zo'n drone, een mannetjes bij. En die doet bzz, 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 bzz. En die moet ik dan, als hij thuis komt, een vers, fris joggingpak geven. Nadat hij onder de douche is geweest en ik moest ook nog naar de supermarkt om die shampoo te kopen. Zodat hij een beetje lekker doorruikt. Man, wat is dat een hard bestaan. Nou, dat pik ik niet hoor. Ik ga liever zelf iedere ochtend om 7 uur de deur uit. En dan doe ik het zelf wel. Zonder stinkende man. Was dit grof genoeg? Jullie vrouwen hebben niks te zeuren. Huh? Dat punt over. En feminisme, daar wil ik niks meer over horen. Feminisme vind ik een soort van, joh, wij zijn de negers van de samenleving, wij zijn altijd onderdrukt. Jullie zijn helemaal nooit onderdrukt. Je hebt altijd de touwtjes in handen gehad. En jullie zijn net als de meeste van die mannen voor 98% gevallen voor Babylon. Heb ik duidelijk spreek? Of heb ik vanaf mijn achterhoofd spreek? Die kwam er wel leuk uit, hè? Dat was mooi van dat platte praat. Ik moet gaan afronden. En ik hoop zo graag. Ik zie zoveel mooie vrouwen. Oh man. En als ik kijk naar die mooie vrouwen, dan denk ik maar aan één ding. En dat is bevruchten. Er was een avond. En ik was daar met een mooie vrouw. En ik vond dat zij bevrucht moest worden. Dat heb ik gezegd. En die haar sociologische tante, die zei tegen mij, jij was dronken, want je wilde seks gaan hebben met mijn nichtje of zo. Hè? Sociologische nichtje. Of het was haar dochter. Tegen allebei heb ik datzelfde gezegd. Wanneer word je zwanger? Ja, Perry, jij wilde seks hebben met 18-jarige meisjes. Nee, natuurlijk niet. Homo. Er zijn mannen te veel. Die vrouwen moeten bevrucht worden.
En het liefst door een verstandige man. En die vrouw in kwestie, die had een vriend. Ik heb gehoord dat het een en ander niet helemaal yoki-doki loopt. Ik heb alleen maar gezegd, toch neuken. De eeuwige waarheid. Het risico nemen. En natuurlijk ga ik dat niet doen. Ben jij gek? Er staan honderdduizenden mannen in de rij voor een mooie vrouw die ik zie. En die vrouwen hebben zoiets van, ja, we hebben 100.000 mannen in de rij. En welke deugd er? Het antwoord is, geen enkele. Take a chance, take a chance, take a chance on me. En jij als man, jij doet dat gewoon. Geen homo zijn. In de slechte zin van het woord. Neuken doe je voor kinderen. Ja, maar Perry, dan moet ik echt gaan baren. Nee, dat hoef je helemaal niet te doen. Je bent omringd met de wezen. Dus vrouwen van de wereld, sta op. Ik kan nog een muziekje opzetten, maar dat doe ik niet. Hebben jullie goed geluisterd naar mij? En mij niet langer verklaard tot man. Dat je weet dat ik mens ben en jij ook. En neuken, motherfucker. Op zijn hamburgers zag ik tjuhus een dag liefers.